Samen staan we voor heel wat mobiliteitsuitdagingen. Ons mobiliteitssysteem moet flexibeler, duurzamer en efficiënter, zodat het beter past bij hoe we ons in de toekomst willen verplaatsen. Met de nieuwe mobiliteitsvisie worden belangrijke bestemmingen vlotter bereikbaar. Ze worden slim met elkaar verbonden in een netwerk van fiets-, water- en autowegen. En natuurlijk ook het openbaar vervoer. Het treinnet en het nieuwe net van de lijn wordt beter afgestemd op de vervoersvraag. En daarnaast is er ook nog het flexvervoer. Zo combineer je bijvoorbeeld de trein, tram of bus met een deelwagen of deelfiets. Of stap je in een hop-in-punt over van de tram op een hop-in-bus. Dat is pas combimobiliteit. En met de Hop-in Flex Plus kunnen personen met een mobiliteitsbeperking zich van stoep tot stoep verplaatsen. De Hop-in Centrale helpt jou om je route te plannen en te boeken. Werken of lezen onderweg? Nood aan beweging, de kortste of snelste route? Het kan allemaal. En deze oplossingen vallen allemaal onder één herkenbare naam. Hop-in. Vanaf nu zullen steeds meer hop-in-punten in het straatbeeld verschijnen. In de toekomst zal je jouw gepersonaliseerde traject kunnen plannen, boeken en betalen via de website, app of het callcenter van de Hop-in-centrale. De Hop-in-centrale is het door de Vlaamse overheid georganiseerde aanspreekpunt voor elke reiziger. Om iedereen vlot en eenvoudig te laten reizen en overstappen, worden een heleboel real-time data van verschillende aanbieders op een slimme manier gekoppeld. Die data worden gebruikt om trajecten te plannen, verplaatsingen moeiteloos te doen verlopen en in real-time reistrajecten te volgen. Maar het succes hangt af van de kwaliteit van die data. Daarom zijn goede afspraken, vlotte informatiedoorstroming en het gebruik van open standaarden cruciaal. Om samen de nieuwe mobiliteitsvisie te kunnen realiseren, moeten mobiliteitsaanbieders vlot samenwerken, efficiënt informatie uitwisselen en hun diensten op elkaar afstemmen. Met de eerste versie van de website en app en het callcenter kunnen reizigers hun reis plannen en boeken. Later wordt die dienstverlening uitgebreid naar abonnementen en bundels om de modal shift te stimuleren. Zo zorgt Hop-in voor de perfecte match tussen vraag en aanbod.